competitie vorige week. Alleen is het zo dat bij Brugge 3 wissels plaatsvinden in de ploeg. En dat is achteraan vooral. Ja, de flanken Sobol en Van der Brempt komen erin. Ja, de lange bal durft hij toch niet meteen trappen. Probeert nu. Dat is niet makkelijk. Núrio Fortuna, goede controle voor Matas, een neus. En dan ruimte. Hij kan trappen, hij moet trappen. Hij trapt hem binnen, Tissoudali. Ja, ja, daar is hij weer. Tarik Tissoudali. Die goede beweging, het aannemen. Maar er is gevlagd. Ja. Er is gevlagd. De lange bal waarschijnlijk. Ja. Kan niet anders. Ja, je ziet daar de lange centraal staan nog Mechelen. Dus het is op basis van Mechelen dat de lijn zal getrokken worden. Niet op basis van waar Matas staat ten opzichte van Núrio. En dat is op deze fase of op dit beeld dat we er net zagen toch net moeilijker om te zien, Frank. Dus het zal echt vuurwerk zijn. Het is toch goed. Hij geeft hem. Helemaal over aan Gent. Inderdaad, de centrale man zal dat bepaald hebben. Niet meteen de dichte verdediger. En Tissoudali scoort zijn tweede van het seizoen. Ook Europees al een paar keer gescoord natuurlijk. En kijk, de burgemeester is ook bijzonder content. Meegeven, Fortuna. Oeh. Die wordt eruit gegleden. Niks aan de hand, zegt de scheidsrechter Lambrecht. Ja. En toch wel. En wijst nu toch. Ja? Ja. Ja, ik denk dat het niet dan wel. We kunnen denken dat het is zoals bij Lang, dat hij wegglijdt. Hij glijdt hem mee. Maar hij neemt hem met zijn rechterbeen neemt je mee. Ja, onbesuist. Maar al die andere, Jaremchuk, Fadis, Castro, Montes, allemaal gemist. Vorig seizoen meer dan de helft. En spanning in de eretribune. Hij trapt hem netjes binnen, met klasse, schijnbeweging en het staat 2-0. Na nog geen kwartier, Zil. Wat een begin van de wedstrijd van Agent. Dat is raar, hè? Hij zei eerst niet en dan wel. Omdat je het gevoel hebt, net als bij Lang, die daar een paar keer wegschoof in die 16, ja, dat het zou kunnen liggen aan... Dat duurt mij niet op ongeveer, hè, Zil? Zie je, toneel. Oeh. Dat is pech voor Mata en dan de Núrio Fortuna, 3-0. Fortuna. Fortuna, en je ziet wat er van komt. 3-0. Maar er was een beetje Fortuna meegemoeid. Ja, heel veel Fortuna. Maar ja, geen buitenspel. Mata daar samen met Van den Brempt. En dit is pech uiteraard. En dit is uiteraard, ja, want op zich was er niet zo heel veel aan de hand. De bal was moeilijk bereikbaar voor Núrio. Maar door die karambollen met Van den Brempt komt hij weer in balbezit, Núrio. Ja, Gadeu weer met zo'n lange, hè. En dan komt hij goed naar binnen. Mata is daar een beetje het nodig kwijt door het feit dat hij die bal op die manier verliest. En dat geeft de ruimte. Bezoezus, nog fris. Roman Bezoezus. Draaien, keren. Ja, die kan ook voetballen, dat weten we allemaal. Gaat hij trappen? Nee, blijft gaan. Bezoezus! Komt er binnen! Loopt er zo door, wandelt in het park naar de goal en scoort. Roman Bezoezus. Alles valt mij. Vergeet ook de invaller scoort. Dat kan oppikken bij Brugge. Ja, maar als je die man kan inbrengen. En toch zo slecht aan het seizoen begonnen. Raar. Ja, die Europese matchen hebben Gent goed gedaan. De linker, dat is stevig binnengetrapt. Door Hans van Aken, moet ik zeggen. De tweede van het seizoen. Links vol op de slof. 4-1. Nou, wie weet. De afleider fungeert en ook Sobol een beetje. Nee, Mechelen en dan drie mensen van... Daar is ruimte op de flank. Tissoudali kan die bal binnenhouden. Man tegen man. Mechelen. En dan komt er eentje steunen. Maar hij blijft gaan, hij blijft gaan. En hij raakt er dan toch voorbij. Hobbelen. Het is 5-1. 5-1. Tissoudali met assist. Dat is echt onwaarschijnlijk deze wedstrijd. Ongelooflijk. Het stort daar weer in elkaar bij Club Brugge achteraan. Maar Tissoudali die zich doorzet, maar weer te gemakkelijk en Frank. Tegen Mechelen, raar. Het kan misschien, wie weet nog wel, maar het kan helemaal niet. Man tegen man moet je Tissoudali... Kijk waar Tissoudali begint, hè, met twee mensen van Club Brugge. En dan doet hij deze beweging. Hij wint het duel vrij makkelijk van Mechelen. En dan... Geen abnormaal zwaar. Oh, die bal van binnen. Achter de herhaling. Wat is dat allemaal? Wat een flater. Tissoudali. 6-1, dat is zwaarder dan 6-2 in 2010. Nou. Maar dat doelpunt moeten we nog eens... Maar dan overkomt hij hier. Nou, balletje terug. Dus en dan... Speelbal. Oh, la. Mignolet. Dat is de kelk tot op de... Ja, en voor de match staan die supporters uit voor de 3-0 of 3-1. Hij fronst op de wenkbrauwen, maar... het werd nog een dubbele. We stoppen ermee. Slim, zegt Erik Lambeek. Ja, die extra tijd.